Dames en heren, welkom bij de 20e herdenking bij het Indy Monument. Het monument waar de namen van de 16 omgekomen Almeloze militairen genoemd staan. Het thema van de herdenking is: laten we nooit vergeten. Papa heeft mij de verhalen verteld. Ik heb het geschreven en pa die had de strakke regie. Er mocht niet te veel erkenning en waardering in de tekst staan. Om kort te zijn, pa die is opgeroepen, heeft moeten dienen in Nederlands-Indië, wat hij eigenlijk helemaal niet wilde. Hij wilde het liefst weigeren samen met zijn vriend G. Schansert. Zoals ik zojuist heb gesproken, G is een van de eerste dagen al doodgeschoten door een Nederlandse soldaat die in paniek raakte. De jongens waren immers niet voorbereid. Er was vijandelijk vuur en de schutter die bang werd is gaan schieten op de toegesnelde kameraden van hem. Hij had 3 mensen doodgeschoten, traumatisch. Maar ook voor mijn vader, zijn beste vriend, die was plots weg. Terwijl pa er op dat moment net niet bij was, toen hij de volgende dag zich bij zijn vriend zou voegen, kreeg hij te horen van, hij ligt daar. Hij was al begraven. Ja, dat vroeg ik. Ik zeg, weet je wat geen Schansen is? Maar hij was van een andere groep. Ik kwam elkaar net tegen. En ik zei, jawel, die ken ik wel. Ik zei, waar is hij dan? Dus ik keek in een oud kerkje. Stonden we net als hier in Friesland. Ik zeg, daar ligt hij. Maar u kunt het nu een plek geven na al die jaren? Ja, duurt lang. Ja. Je vergeet het nooit. Ik heb het mezelf altijd kwalijk genomen dat we niet thuis waren gebleven. Dan was hij ook niet weggegaan. But I'm not the only one.